We beginnen met een ode. En daar voel ik met alles in mij voel ik daarin mee. Dat is meestal wat, als mensen dat zeggen, dat ze daarna een enorme karateklap gaan uitdelen. Ja, die gaat er komen. Rotterdam heeft geen grote elite. We zitten hier allemaal. Nou, dat is het dan. Dat is niet veel. Ik sluwe plannetjes. We hebben zoveel geld opgegeten dat we met elkaar nu aan het lenen zijn van onze kleinkinderen. Dat houdt in dat alles zoveel mogelijk aan de vrije markt moet worden overgelaten. We zijn een soort cultureel Madurodam aan het creëren, vrees ik. En nu plotseling staan de barbaren voor de poort. Er is marktfalen, maar er is grotesk overheidsfalen. Dat is geen hoge wiskunde in ondernemen. Daar waar wetenschap, ontwikkeling, cultuur, kunst ingegeven door rancune en eigenlijk het zwart maken van een groep. Want we zijn er eenmaal plat gebombardeerd, dat telt ook mee. En dat vergeten we. Maar in werkelijkheid dient iedere volksvertegenwoordiger populist te zijn. Hè? Het woord zegt het al. Volks zullen we altijd blijven. Albert Einstein zei zelf dat creativiteit bijna eigenlijk belangrijker is dan intelligentie. Wat bedoel je daar nou precies mee? Nou ja, één voorbeeld. We hebben geen poppodium met A-status. Heel de wereld is mijn vaderland, vertelde Erasmus ons ooit. Maar er is maar één Rotterdam. Deze man is hartstikke verdachte. Kom op zeg. Is hartstikke verdachte? Dat zegt de politie toch, mijn ministerie? Ja, is hartstikke verdachte. Ja, dat zegt ook u weet wat dat betekent, neem ik aan. Hij zit in een vrachtauto, in een bus, hij zit op een paard. Zijn ideologieën zijn uitgewerkt, zijn geld is uitgegeven en zijn macht is ook uitgewerkt. Hoe maak je in zo'n wereld nou ruimte voor zoiets als de menselijke vrijheid? Ik kan er ook namen bij noemen, maar ik vind het eigenlijk ook wel een leuke quiz van in welke krant stond welke uitspraak. Dus dat geef ik gewoon aan u mee. Debat, debat, debat!